staat iets heel leuks te gebeuren hier in de Florijnendreef. Twee jonge mensen die hier vlakbij wonen, die hebben een prachtig systeem bedacht. Een prachtig iets, een aqua mini. Ik weet niet precies wat het is, maar deze jongens wel. Stel je als eerste even voor. Ik ben Justin, een van de eigenaren van de show. Ik ben Bram, co-owner van de show. Nou, dat klinkt al heel professioneel. Vertel eens, wat gaat hier gebeuren? Hier gaat een watershow plaatsvinden met een vol spektakel. En hopelijk ook voor de mensen die komen kijken, veel plezier. Oké, een waterspektakel. Ik zie hier al van alles liggen, allerlei slangen, allerlei... Een pomp, een... Nou ja, ik heb er helemaal geen verstand van. Wat ligt hier allemaal, Bram? Nou, we hebben hier alle slangen liggen vanaf ons verdeelstation. En ja, die zit aan een pomp vast en zo pompen we het water door het systeem heen. En dan kunnen we met het verdeelstation alle spuiten op afstand bedienen en één voor één aanzetten en uitmaken. Als ik zo even kijk, het is wel een bijzondere pomp, of niet, die je gebruikt, of je verdeelstation? Ja, klopt. Die is van een oude biertap gemaakt, afkomstig uit de Posthoorn. En die had mijn opa nog liggen. En toen hebben we een beetje gesoldeerd totdat de tuinslang eraan kon. En ja, zo is dat ontstaan. En dit hebben jullie allemaal zelf in elkaar geknutseld? Ja. Ja. Hebben jullie daarvoor gestudeerd al of zo? Nee. We hebben het gewoon een beetje met de tijd uitgevogeld. Waardoor het steeds beter en beter werd. Ja. Jullie zijn vrienden van elkaar en jullie werden op een gegeven moment wakker 's morgens een keer. En iemand van jullie dacht van, wij gaan een waterspektakel doen, belde die ander op en zo zijn jullie begonnen. Of niet? Compleet niet. Oh. Hoe zijn jullie dan begonnen? Met een idee dat om een spuit in van de watershow Aqua Mini na te maken. En ik weet ook niet precies hoe, maar op een of andere manier is het geëvolueerd naar dit. Ja. Nou, straks gaan jullie ermee beginnen, hè? Water komt er bij een aqua show. Wat nog meer? We hebben ook nog licht, geluid en vuur. En ja, als het goed is, gaat het allemaal, ja, en rook, gaat het allemaal afstellen tot één onvergetelijke ervaring. Zo. En hoe lang duurt de show ongeveer? Ongeveer 12 tot 15 minuten. Nou, dat is al flink. Nu doen jullie dat hier op een stukje en er ligt gewoon aan de openbare weg. Mag dat wel? Ja, we hebben met de gemeente dingen afgesproken zodat we de weg af konden sluiten. En ja, verder is dit privégrond, dus mogen we dit hier neerzetten. En ja, voor de veiligheid wordt de weg dan afgezet en dan kunnen de mensen komen kijken. Ja. Jullie gaan twee keer de show draaien, heb ik begrepen. Verwachten jullie veel publiek? Ja, we verwachten ongeveer per show toch minimaal wel 30 personen. En heb je daar ook inkomsten van? Moeten die mensen intree betalen of mag je gewoon aansluiten hier? Het is helemaal, komen kijken is helemaal gratis. Maar ja, het is helemaal gratis om te komen kijken. Mooi. En toekomstplannen met zoiets? Met water of elektra, muziek of vuur? Nou, ik wou de elektra in. En mijn vriend hier die wil graag computers gaan bestuderen. En de computertaal. En daarom zijn we verder met toekomstige plannen om de show te automatiseren. Maar zover zijn we nog niet. Oké, maar wij kunnen dus nog meer van jullie verwachten in de toekomst. Dat zeker. Nou, mooi, dankjewel van jullie tijd. En nou ja, wij gaan genieten van een prachtige show. Dank jullie wel. Thank you.